Een grote aap stelt al het speelgoed, wat moeten we nou doen? Mario die gaat ze letten, hij geeft hem van cartoon. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een nieuwe aflevering van de Mario vs. Donkey Kong. Deze keer speel ik met een open voorruit en een open deur achter. Want ik heb gewoon eigenlijk... Opeens zijn er lasers. Want ik heb eigenlijk gewoon even behoefte aan wat... hoe noem je dat? Frisse lucht? Zo noem je dat. Het is namelijk zo, de vorige aflevering heb ik volgens mij ook al een paar keer benoemd, dat het nogal tantoe hard warm was. Dat het nogal tantoe warm was, wou ik eigenlijk zeggen. En dat wou ik heel eventjes voorkomen door wat lekkere frisse lucht naar binnen te laten en alles open te zetten. Wat betekent wel dat ik daardoor soms eventjes wat zachter moet praten dan normaal. Maar over het algemeen gaat het hartstikke goed. Best een leuk level, TBH. Oh. Oh, phew. Dat ging bijna fout. Gelukkig heb je een soort van extra leven. Soms wel, soms niet overigens, met als je een sleutel in je hand hebt. Geel. Oh. Oh, ik zie het al. Wel een leuk liedje op de achtergrond. Oh, dit is wel onhandig. Oh, maar dat is niet erg. Ah, oh, die moet je echt zo halen. Dat is kut. Nou, doen we hem zo halen, toch? Lekker. Bam, bam, bam. Level 8.1 is gone. We zitten al gewoon weer in wereld 8, jongens en meisjes. Het gaat hartstikke goed. Oké, okay, wat heeft deze prullenbak te zeggen? Het is een half graad afgekoeld. Lekker, man. Oh, is hier niks? Nee, hier is niks. Kut.
Kut. Oh. Dit is wel een pittig level, dat heb ik al gezien. Waarschijnlijk een stukje die ik heel eventjes niet zo goed heb gedaan. Ja. Kut. Nee, dat wordt hem niet. Fuck. Ah, je moet het hele... Nee, dat kan ook niet. Je kan ook niet het hele rondje langs. Moeten we die draaien? Kut. Gehaald. Ah, gelukkig. Wat een kut level is dit. Ik kom niet met ge... Oké, ik zag het. Daar moet ik die gele knop bovenin hebben ingedrukt. Die had ik niet gezien. Oh, what the fuck? Waarom pakte hij hem niet aan de stok vast? Woohoo!
Zo, gehaald. Oké, de levels beginnen wel wat pittiger te worden. Is op zich niet erg, want we kunnen hem nog steeds halen, maar... wel wat meer problemen met level 8.2. Oeh, een nieuw enemy. Here we go. Even denken. Ik denk zomaar dat dat belangrijk is. Ah. Ah. Bewegen ook op hetzelfde tempo. Zo kan ik daar wel komen, maar dan kan ik niet bij de sleutel. Ik zou zeggen dat hij zo moet, want dan kunnen we hier langs. Alleen hoe kom ik dan bij de overkant? Ik zie het echt niet hoor. Ik snap er niks van. Kijk, dan houdt het hier toch op. Ik ga het wel opzoeken. Het is niet het leukste, ik weet het, maar ik snap er anders echt niks van. Even kijken. Mario versus DK.
8.3. En niet gratis reclame maken tijdens deze aflevering natuurlijk. Wel jammer dat ik naar reclame moet kijken. Dat is wel jammer. Maar goed. Oh, wat de neuk. Nou, hier had ik zelf nooit op gekomen. Oké. Hier had ik zelf nooit op gekomen. Holy shit, what the fuck. Wie heeft dit nou weer bedacht? Kijk dan hoe heftig. Wat een onzin. Oké. Dat was niet de goede keus. Oké. Kut. Oh, wel even nog. Wel even terug zien te komen. Oké. Tyfuszooi. Oh. Dat ging net even te snel. Nee, makkelijker is. Nee, dat denk ik trouwens niet. Nou, het gaat veel te snel. Kut. Zonde van mijn levens. Oké, wereld 8 is echt een stuk pittiger dan de andere werelden tot nu toe. Ik was te slaan.
Zo. Jee, gehaald. Ik ben er blij, jongens en meisjes. Pom pom pom. Ja, pom pom. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.